Wees niet bescheten, doe niet flauw, loop die MP13 nou. Hier moet u zijn voor al uw MP13 routes. Ga niet naar de concurrent, dat is het gemeene vent. Wees geen snertring, loop de MP13. Hij is er weer, de nieuwe MP13 route, dagelijks verse aanvoer. Dit is een kraan met NP13. U zult geen koek, cacao of snert zien. U zult uw oren niet geloven, maar morgen bent u weer te boven. Gezellig eten, die man. Hij gaat snel weer vet. En die super van me, Ruud. Friet is friet was het koud. Wat zeg je, de friet was? Dat is kutje koud. Die houdt hier om 11 uur vanmorgen dan natuurlijk, hè? Ja. Maar hij is super goed. Ja, dit is toch absurdisme, denk je? Meteen weer afgeleid. En blij te zijn we afgeleid. Beter dan een vrouwelijke agent. Mooi. Ja. En het mooie is altijd toch werken. Dus ze lopen heel weinig op hoge hakjes. Dat vind ik altijd mooi. Ecologisch op uren zonder.
een knop. Chic ook. Hartelijk welkom hier bij de opening van de absurde markt Vlees nog Vis. Tevens de opening van het festival Grublit. Wat dit jaar voor de eerste keer zal worden gehouden in Tilburg. 4 dagen lang staat Tilburg in het teken van het absurde. Ik zou zeggen, gaat u vooral rondkijken en laat u verrassen. En er mag gelachen worden bij kunst. Ik geef nu graag het woord aan de burgemeester Ruud Vreeman voor de opening. De laatste keer dat iedereen de rug toekeerde, was Ruud Lubbers bij de kruisraketten. Ik heb een uitspraak van de surrealist Salvador Dali daar naar voren gebracht. En die gaat als volgt. Dat het ontbreken van kennis bij moderne kunstenaars op het gebied van anatomie, perspectief en kleurenleer eerder een teken is van luiheid dan van moderniteit. Er is hier in Tilburg een hele traditie ook van een soort knutsel. Van, moet dat wel, moet daar geld aan besteed worden? Je zou kunnen zeggen dat identiteit bevestigde realistische kunst bijna nooit controversieel is. Dat laten we zeggen, dit soort type uitdrukkingen van kunst die dan een andere kijk op de maatschappij geven. De term gesproken, boosheid, soms ook een grote liefde. Dat laten we zeggen, altijd ook een discussie van kunst. Dus de vraag, kan het ook voor de overheid daarbij zeggen? En nu zover zijn alles van waarde en weerloos. Ik denk dat de rol van de overheid dus eigenlijk een mentale ruimte creëren. Ook verdedigen waar het hele spectrum van kunstuitingen in mogelijk is. Dus dat betekent enerzijds dat je natuurlijk je eigen opvatting wil hebben, dat je in dialoog aan moet gaan met kunst, dat je ook opvatting als individueel persoon, maar ook als burgemeester, als politicus wil hebben. Maar dat het cruciaal is om in de mentale de ruimte in de stad of in de samenleving gaat waar deze uitingen mogelijk zijn. Ook al vind je te lastig bezig tegen het thema van de cultuur van afgelopen. Ik heb mijn koekjes gevoeld. Oh.